Hé, hey, we hebben duidelijkheid. Bijna. Nee, we hebben duidelijkheid. We hebben iets meer duidelijkheid, ja. 1 september mag er weer gevoetbald worden. Ja, en dan blijft de vraag met onze trouwe achterban of niet. Ja, maar wat denk jij? Nou, als je nu tot 1 juli dan 100 man mag hebben, dat is dan wel in de, als ik het goed begrepen heb, als het binnen is, dan vraag ik me af hoe het buiten is. Dus ja, de hoop neemt een klein beetje toe. Maar ik denk wel dat we nog steeds heel voorzichtig moeten zijn met deze aannames. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je tot december eigenlijk zonder publiek speelt en dat dan wordt gekeken hoe of wat misschien wel. Ja, dat is een optie. Maar ik vind wel dat wij daar als betaald voetbal alles aan moeten doen om dat niet te laten gebeuren als de gezondheid het uiteraard toelaat. Ja, precies. Maar goed, mag gevoetbald worden? Er zijn wel een paar vragen, denk ik, die ook bij jou leven. Want ja. Als je 1 september, dat is een dinsdag, dan kan de keukenkampioendivisie volgend jaar beginnen. Dinsdagavond, Helmondsport uit. Maar wanneer ga je dan de voorbereiding starten op dit seizoen? Want jullie trainen nu tot, wat is het, mei, juni? Ja, er zitten steeds knipjes in, zeg maar. Dus er wordt nu getraind, er zal er straks weer een weekje vrij zijn. Dat is ook natuurlijk om het een beetje flexibel ook voor de spelersgroep te houden. Als je echt definitief weet wanneer je mag starten aan de competitie, dan kan je daar terugwerken, meestal 6 weken voorbereiding aan vastplakken. Maar ja, dan hebben we nog een andere vraag. Hoe zit het met de oefenwedstrijden? Mogen die gespeeld worden, ja of de nee? Nou goed, als je dat terugrekent en het zou allemaal mogen, ja, dan zou je medio juli je officiële voorbereiding kunnen gaan starten. Maar goed, het is nu begin mei. En dus we hebben nog wel even een periode te overbruggen waarin wij eigenlijk onze groep moeten gaan voorbereiden. Dat ze straks de officiële voorbereidingen al topfit in kunnen gaan. Ja, je hebt dan ondertussen een aantal spelers, die Wout Burger is weer teruggegaan naar Feyenoord. Ja. Dus je hebt een aantal contracten dat afloopt. Die jongens die gaan per 1 juni stoppen dan met trainen bij jullie. Hoe zit dat? Officieel zullen die per 1 juli niet meer bij Excelsior actief zijn. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat wij in de maand juni een aantal weekjes of dagen vrijgeven. Nou, ja, dan zal dat hun laatste tussen haakjes werkdag voor Excelsior zijn. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Kijk, de contracten eindigen en dat is iets normaals. Dus ja, dan zullen die spelers daarna ook niet meer terugkeren. Nee, hoeveel selectiespelers heb je nu al voor komend jaar op de rol staan? Heb je dat al in beeld? Ja, het zijn er 15. En we hebben nu 15 contractspelers. Dus wat dat betreft is er zeker noodzaak, want het is niet helemaal in balans. Hè. Het middenveld vraagt de meeste aandacht, om ook zo gezien de aantallen die we daar hebben. Daar hebben we de ene. De contract loopt af voorlopig. Die kan misschien nog blijven, maar ja. Dit loopt af. Je hebt daar Ebicilio die afloopt. Ja. Burger. Ja, je hebt alleen Luigi op dit moment. Nou ja, die kan toch alle posities bestrijken? Die zou dat moeten kunnen, inderdaad. Ja. Dat lijkt me wel. Ja. Maar dus in het middenveld ben je nu vooral mee bezig om te kijken. Kan je nu ook verder, nu je weet 1 september? Nou ja, nogmaals, we gaan verder waar we mee bezig waren. En dat is het inzichtelijk krijgen van de opties die er zijn. Kijk, het is nog steeds lastig om je exacte budget te gaan bepalen waar je volgend jaar mee te maken hebt. En dat is wel afhankelijk van, ja, mag je met of zonder publiek gaan spelen? Ja, dat is wel een serieus verschil voor het budget waar je rekening mee moet houden. Dus dat blijft ongewis. Gisteravond was 7 uur, Rutte begint zijn toespraak. Die heb je waarschijnlijk ook zitten kijken live natuurlijk, om te zien wat hij ging zeggen. Ja. Om 7:15 ontplofte jouw appgroep met alle voordirecteuren van de keukenkampioendivisie. Ja, dat is collega Bovenberg. Leuk. Die moet nog een sleutel krijgen. Zit nog in zijn proeftijd namelijk. Ja, begrijp ik. Laat het ook af, hè? 30 juni, het contract. Ja. Snap ik. Ja. En we hebben ook geen rechtsback meer nodig, dus ja, dat houdt op. Nee. Ja, ik zou gewoon wegsturen. Naar centraal. Dus, hij wil nu een kaartje kopen, zegt hij. Nou, 1 januari is hij de eerste. Ja, ik zou gelijk een seizoenskaart verkopen, is hij de eerste. Ja. Maar is er gisteravond 7:15 ontploft de appgroep van alle directeuren in de keukenkampioendivisie? Nee, we hadden gistermiddag een call met z'n allen en die hebben we morgen weer. En daar zal dat verder besproken worden. Het is ook wel zo dat natuurlijk vanuit de KNVB, daar was al een klein beetje richting gegeven aan de maand september. / oktober, dat er in ieder geval in concept gedacht kon worden om de competitie te starten.
Dus ja, dat is niet heel anders dan dat het al was. Maar goed, de duidelijkheid die er nu zeker is om te voetballen, die is er. En dan is nog steeds de belangrijkste vraag. Ja, iedereen wil natuurlijk gewoon met publiek spelen. Ik vraag me toch af hoe jij nou kijkt naar Duitsland. We hebben natuurlijk een enorme discussie hier gehad. We zijn heel vroeg geweest met het afkappen van de competitie. En dat is in Frankrijk en in België. De Duitsers gaan gewoon over 2 weken voetballen. Ja, nou is het wel zo dat, denk ik, dit niet op het bordje van de KNVB geschoven mag gaan worden. Omdat natuurlijk de overheid aangegeven heeft per 1 september, tot 1 september geen vergunde evenementen. Nou ja, daar valt het betaalde voetbal onder. Dus het was ook een noodgedwongen feit wat er plaats ging vinden. Maar wat ik begrepen heb, in Duitsland heeft het onder andere ook met het testen van mensen te maken. Hè? Dat daar veel meer testen voorradig zijn. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Maar goed, wij zetten alles stop. En daar gaan ze vrolijk verder. Het is ook zonder publiek daar. Dus dat is ook wel wat anders. Maar ja, dat is wel gek. En waarschijnlijk zullen er nog een paar landen volgen die ook weer gaan voetballen straks. Engeland, denk ik, gaat ook gewoon voetballen zo meteen. Engeland, nou, Spanje, als je de geluiden mag geloven, die gaan ook weer alles. Ja, dus ja, dat is misschien ook financieel gedreven met de televisiecontracten die ze daar hebben. Maar ja, vreemd is het wel. Omdat dat toch in ieder geval de laatste landen wel landen zijn die wat zwaarder getroffen zijn dan Nederland. En jij zegt net, het mag niet op het bordje van de KNVB worden geschoven, omdat de overheid heeft gezegd geen evenementen waar vergunning voor is tot 1 september. De critici zeggen dan, had de KNVB beter moeten lobbyen. Het betaald voetbal had zichzelf beter moeten verkopen, zoals dat in Duitsland wel gebeurd is. Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet hoe die lobby eruit gezien heeft. Dus dat ook, is, jij zit er dichterbij dan ik. Dus nee, ja, maar dat is voor mij ook moeilijk te oordelen. Kijk, ik weet wel dat de KNVB heel veel concepten klaar had leggen om ook met en zonder publiek te gaan voetballen. Dus daar was wel degelijk rekening mee gehouden dat dat scenario er ook nog zou bestaan. Maar ja, goed, toen die deur dichtgegooid werd, ja, gingen die scenario's de prullenbak in. Dus, ja, wat is jouw, je hebt morgen weer een call met de keukenkampioendivisie. Ja? Wat is jouw insteek voor die call? Wat wil je eruit halen nu de komende periode in belang van Excelsior? Nou ja, het belang van Excelsior is nogmaals ook om te weten, ja, hoe moeilijk dat ook is, maar ja, hoe groot achten we de kans dat er met publiek gespeeld mag gaan worden als de competitie aanvangt. Kijk, september is nu nog een eindje weg. Nou, de cijfers ontwikkelen zich positief wat dat betreft. Nou goed, de angst is er voor een tweede uitbraak. Die angst is er, maar goed, zeker weten doen we dat niet. Ja, mocht nou de neerwaartse spiraal zich doortrekken, ja, hoe reëel achten we het dan om met publiek te gaan voetballen? Ja, en wat zijn de scenario's zonder publiek? Want daar wordt ook heel erg over nagedacht. Ja, dat zijn natuurlijk de financiële scenario's. En ja, nogmaals, dit is ook gewoon een bedrijfstak die drijft op deze elementen. Dus ja, daar zal een oplossing deels voor gevonden moeten worden. En betekent dat ook dat jij tot het moment dat je daar duidelijkheid over hebt, nog geen spelers gaat aantrekken voor komend seizoen? Of dat je daar financieel nog niet de gok durft te wagen van, weet je wat, ik ga nu die speler halen of die speler halen. Want hoe zie je dat? Nee, kijk, je zal dadelijk ergens een budget moeten gaan bepalen. En dat zal een lager budget zijn dan we normaal voor ogen hadden. Maar je moet wel ergens een vertrekpunt hebben, want anders kan je helemaal niets gaan doen. Ja, en dan is het dat bepaald hebbende geduld hebben tot het moment er meer duidelijkheid is. En dat je misschien in die tussenliggende periode wat meer kan doen. Daarbij speelt nog, sluit de transfermarkt echt op 31 augustus? Of wordt die opgerekt door de FIFA/UEFA? Ja, die vraagstukken zijn ook nog niet beantwoord. Dus dat speelt ook mee. En gaan we spelen met 18 clubs in de keukenkampioendivisie? Of met 20? Ja, nou ja, ik ga uit van 20. Dus. Oh, dat is nog een rechtszaakje, hè? Ja, maar volgens mij niet daarover. Nee, oké. Okay. Maar jij denkt dat het niet dat hier dat dit gewoon de regeling blijft, dat zoals het nu is, dat het zo blijft en dat er niet meer aan getornd gaat worden? Nou ja, dat kan ik niet zeggen. Kijk, ik kijk naar het sportieve. En als er dus een andere keuze gemaakt wordt, ja, als je promoveert, waar ik nog steeds een voorstander van ben, ja, dan hoort daar ook degradatie bij. Nou goed, er is een uitspraak geweest, ja, in hoeverre is die terug te draaien, ja of nee, dat weet ik niet. Ja, en als we dan 2 clubs laten promoveren, ja, dan zie ik geen reden omdat het zo vervelend is voor ze, wat het ook zo is. Ja, nogmaals, dan doe je zoveel afbreuk aan je eigen competitie. Ja, oké. Okay. Nou goed, wat staat op de planning vandaag? Weer een paar gezellige videocalls. We hebben een mooie voetbalschool hier, daar ga ik ook even kijken. Jongens gaan weer trainen, dus het is prachtig weer, dus ik kan weer een kleurtje op mijn gezicht doen.
Dus ik kom de dag zeker door vandaag. En doe jij ook onderhandelingen via videocalls, vroeg ik trouwens af nu, met zaakwaarnemers en spelers? Nee. We hebben dat wel een beetje uitgezet om de gesprekken die we normaal gesproken live doen met potentiële kandidaten, om die wel via video te gaan doen. Dus daar zijn we in ontwikkeling om iets moois in elkaar te zetten. En Bovenberg nu in training gooien, zelf weer in training gaan, dat je komend seizoen centraal duo kan vormen achterin, toch? Dame heeft iets langer nodig om te trainen dan ik. Maar je hebt die doelpunten gezien vorige keer in het laatste gesprek met hem, hè? Hoe die ze inkopte. Ja, maar dat is meer geluk. Puur toeval, dus ik denk ik weinig kwaliteit. Maar hij heeft zijn best gedaan. Dus. Hij heeft zijn best gedaan, precies. Ja. Dank voor nu en succes de komende week. Oké, graag gedaan.